Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gaat woensdag bij het stadhuis actie voeren tegen de bezuinigingen die het stadsbestuur wil doorvoeren. De gemeente wil de subsidie voor de dierentuin vanaf 2012 geleidelijk afbouwen van 4,5 miljoen euro naar 800.000 euro. Blijdorp vreest door die korting failliet te gaan. Het pensioenfonds voor het kantoorpersoneel van de Rotterdamse sleper Smit kijkt of de pensioenen kunnen worden ondergebracht bij een verzekeraar. Korten op de pensioenen is daarmee niet van tafel, maar het fonds hoopt hiermee de financiën op langere termijn weer op orde te krijgen. Eerder deze week werd bekend dat de pensioenuitkeringen bij Smit ruim 13% naar beneden gaan. Justitie gaat in beroep tegen de straf die de oud-directeur van het havenbedrijf Rotterdam, Willem Scholte, heeft gekregen. Scholte werd 2 weken geleden veroordeeld tot 8 maanden cel. Justitie vindt die straf te laag. De oud-haventopman werd door de rechter schuldig bevonden aan ambtelijke omkoping, valsheid in geschriften en oplichting. Sparta heeft vrijdagavond opnieuw een uitwedstrijd verloren. Tegen FC Den Bosch werd het 3-1. De Dordtenaren deden het beter in de eerste divisie. Het duel RKC Waalwijk-FC Dordrecht eindigde verrassend in 1-2.